Goedemiddag. Hallo. Ik ben Zagen. Ja. Nou, we hebben vandaag een maandelijks gesprek. Ja. Kunt u meteen vertellen hoe het met u gaat op het moment? Ja, nou, ja, niet zo heel tentend. Ik ben net gescheiden en ik heb de afgelopen tijd wel wat meer gedronken dan wat ik zou moeten drinken. Dus ja, mijn bloedsuiker waren alweer lekker aan het schommelen, dus dat is niet zo best natuurlijk. Ja, ik zie dat u daar nog moeite mee heeft, dat u met een scheiding in zit. Maar ik hoor dat u dus wat meer alcohol gaat drinken. Vindt u het goed als we hier even over gaan praten, over uw alcoholgebruik? Ja, dat is wel goed. Dat moet toch maar, het is niet best. Ja, goed. Dus u zegt van, ik ben nu in echtscheiding, u bent dan weer gaan drinken. Ik zie dat u ook een beetje aarzelend reageert. Maar ziet u ook nadelen in drinken wat u nu doet? Ja, tuurlijk. Ik heb gisteren wakker op de bank en mijn kleren nog aan. Nou, schaam ik me dood. Wat nou als iemand was binnengekomen? Een buurvrouw of zo, even langs de raam was gelopen. Hoop dat ze niks gezien hebben. En ik schaam me ook wel een beetje voor eigenlijk. Dus heb je schaamte ervoor? Waar schaamt u me voor? Zoals gisteren, ik was echt gewoon helemaal knock-out. En dat ik echt zoveel alcohol drink, dat is dan niet echt normaal. Ja, toch? Dat is normaal, ja. Dat vindt u zelf normaal? Ja, 1 of 2 glaasjes per dag maximaal, denk ik. Maar dat was het gisteren niet. En ziet u ook verder nog nadelen, of misschien weer gaan? Ja, nou ja, nu dus met de bloedsuiker. Ik ben diabetes, dus het is niet zo best om alcohol te drinken. Ja, mijn gezondheid is natuurlijk ook niet goed. Nee. Ja, dus u zegt al inderdaad van alcohol, ik schaam me wel heel erg voor. Ik vind het eigenlijk niet normaal dat ik zoveel drink. Ja. En u zegt ook gewoon door het gevolg van dat ik aan het drinken ben, heb ik dus hoger dat doet. Ja. De zwarte suiker staat omhoog. Ja, dat is niet. Ja. Maar goed, u bent nu aan het drinken. U drinkt wat meer, zegt u op het moment. Maar wat zijn de voordelen die u daaruit had? Wat doet het drinken met u? Ja, nou ja, het zorgt voor dat ik even al het gedoe met de scheiding kan vergeten. Dat ik eventjes, dat ik gewoon even wat lekkerder voel. Ja, dat is natuurlijk wel tijdelijk, want eindelijk heb ik een duplicaten. Maar dat ik toch even kan vergeten, alle sores met mijn man en mijn ex-man dan. Dus ik hoorde eigenlijk zeggen dat u zegt van als ik drink dan even de hele situatie en dan voel ik me ook wat fijner in dat moment. Op dat moment wel, ja. Oké. En ziet u nog meer voordelen van dat als u bij het moment? Nou nee, dat is toch wel het grootste. Ja, eigenlijk is dat een beetje de reden ook, denk ik. De reden, dus u zegt ermee eigenlijk dat u ook drinkt om een beetje de momenten de stress waarschijnlijk een beetje weg te doen. Ja, ja. En het is een beetje wat vrolijker in de situatie. Ja, dat moet wel, ja. Maar als u nou denkt van ik ga stoppen met het drinken. Wat denkt u dat er dan straks, als u verder bent, de nadelen daarvan zijn als u blijft drinken? Ik blijf drinken? Ja. Nou ja, gezondheid is niet goed. Dat zou ik denken. Ja, dus u zegt inderdaad van als ik blijf doordrinken, dan ga ik inderdaad me schamen, zegt u inderdaad. En het is heel slecht voor uw gezondheid, geeft u ook aan. Ja. Ja. Nou goed, Oké. Ik weet niet eens als u al aan het opnemen is. Oh, staat wel een record, maar is er geen tijd. Okay. Also be record, no?